Wel, de autosport en zeker dit evenement is zeer belangrijk voor onze provincie. Dit zorgt voor onze internationale uitstraling. Als we zien in hoeveel landen dat dit wordt uitgezonden, hoeveel mensen dat dit volgen, hoeveel mensen dat enthousiast zijn voor deze sport, en dan wordt dit in verband gebracht met onze provincie, dat is voor ons echt heel belangrijk. Het circuit van Zolder speelt hier een belangrijke rol, omdat zij op een heel moderne manier hun activiteiten promoten en heel breed en heel ruim, en dat is voor onze provincie heel belangrijk. Zolder is al bekend, hè. Het circuit is hier al heel bekend voor de provincie en in Vlaanderen, maar dit verhaal, DTM, is een extra ondersteuning om het nog meer in de kijker te plaatsen, dus ik vind dit prima. De DTM is zeer belangrijk, hè. Zoals dat de Francochamps de Formule 1 heeft, hebben wij DTM. Denk ik nog wel de hoogst aangeschreven autosportklasse in de wereld. Voor ons is dat inderdaad het eerste grote publiek evenement, 5000 toeschouwers per dag. We kijken er naar uit dat we begin augustus, zoals het protocol voorschrijft, hier 5000 mensen per dag mogen ontvangen. En we gaan er ook alles voor zorgen dat dat op een veilige manier gebeurt. We have a great collaboration with the Circuit of Zolder. Obviously a big history in the past, in the 80s and so on. The circuit is great, it's a new tarmac, so they're also improving year by year. Esteban Move, yeah, he's a special kid, I believe. So he really did some exciting moves. He raced exciting, he had good qualifyings. Het weekend van 8 augustus, wij kijken er echt naar uit, want zoals je weet, het is echt het geboortehuis van de toekomstige toppiloten tot in de Formule 1. Gerard Berger zelf zegt, dit is eigenlijk een perfect mix die ik nodig heb voor van DTM succes te maken. Want het is zijn belief dat je voor echte toeschouwers naar hier zit, weet je, dat je close racing moet hebben. Close racing betekent circuit zoals hier in Zolder. Wel, ik kijk enorm uit naar dit event. Ik vind het ten eerste spannend om te bekijken. En ten tweede, ik geniet van het feit dat er zoveel mensen aanwezig kunnen zijn en kunnen genieten zonder enige zorg van dit evenement. Ik vind het heel speciaal van de enige Belg te zijn eigenlijk. Het is voor mij echt een grote heer. Ik ga mijn best doen voor het beste doen van België ook. Sinds ik heel jong ben, was ik altijd DTM aan het kijken. DTM is altijd eigenlijk het beste geweest uit Formule 1. Ik heb er heel veel zin in.